Uh, welkom bij de Ionex podcast, een podcast over softwareontwikkelingen, uh, werkvormen en nog veel meer interessante dingen. Vandaag is bij mij aangeschoven Zerian, of aangestaan in dit geval, uh, Zerian Salai. Uh, welkom. Dankjewel. Ja, um, ja, misschien kan je zelf het beste uitleggen wie je, wie je bent en wat je doet. Ja, lijkt me hartstikke goed. Um, nou, ik, ben, uh, ik ben de Zerian. En ik ben een professional scrum trainer, ik ben Scrum Master, een agilist. Eigenlijk uh, alles wat met organisatieverandering te maken heeft, uh, mm -hmm. met uh, mensen ontwikkelen te maken heeft. Uh, daar hou ik mij mee bezig. Oké. Okay. En ja, in onze kringen, zeg maar, associëren we Agile echt heel erg met uh, softwareontwikkeling. Uh, zie jij dat breder? Of hoe sta jij daar precies in? Uh, ja, ik zie, het, uh, ik zie het wel breder. Um, Tegenwoordig zeg maar, kunnen we toch niet om, uh, omheen, zeg maar, dat als we verandering willen, dat uh, IT een heel groot component heeft. Maar je kan je ook voorstellen dat uh, een, een marketing, uh, een recruitment en dergelijke, dat, dat dat ook allemaal, middels een agile mindset en een agile gedachtegoed ook uh, heel erg kan floreren. Ja, precies. En uh, ja, hoe, ben hoe ben jij zelf in de agile? wereld terechtgekomen. Wat is jouw achtergrond daarin? Ja, dat is wel, dat is wel grappig. Ik was bij uh, mijn eerste werkgever. Dat was uh, twee jaar uh, na, mijn na mijn studie. Bedrijfskundige informatica. Dus nou ja, ja. ook een informatica achtergrond. Uh, achter. En uh, op een gegeven moment kwam uh, een van de, ook kwam de architecten kwam naar me toe. We deden allerlei projecten voor uh, binnen het CRM domein. Uh, en en ja, we waren het eigenlijk helemaal zat dat, dat we elke keer alles via de programme manager, de projectmanager nou, moesten ja. doen. En uh, we kregen maar uh, geen contact met de klanten. En kwam de architect uh, naar me toe en die zei van, ja Sirian, ik heb hier schaars gelezen, dat, uh, Agile en Scrum, um, zullen we dat proberen? Leuk. Dus ik dacht, nou kom, laten we het uh, laten we gewoon gaan doen. En uh, sindsdien gewoon uh, uh, heel veel leuke dingen gedaan. En hoe heb je dan de overstap gemaakt naar uh, ja, zeg maar adviseur, uh, die, die echt die adviserende rol? Ja, dat was, uh, dat was ook uh, per ongeluk. Want wat er, uh, wat er gebeurde is op een gegeven moment ben ik uh, uh, naar een ander bedrijf uh, gegaan. Mm -hmm. uh, en dan bleek toch veel meer detachering uh, te zijn. En, uh, binnen, en ik kreeg een opdracht binnen KPN als product owner. En op een gegeven moment, ik heb ook een verander uh, van uh, uh, master, zeg maar. En toen kwam de manager, die kwam naar me toe. Ja, zegt dan, wil je bij ons in dienst komen? Zei, uh, uh, als wat? Ja, als agile coach. Oké, okay, en wat doet dat dan? Ja, die helpt mee om echt de organisatie te helpen veranderen. Uh, en de team te gaan verbeteren. Uh, ik zei, oh, ja, super gaaf. Dus dat heet dus zeg maar wat ik, uh, wat ik al die tijd aan het doen was bij organisaties. Oh, ja, ja, ja. Dus dat was ook uh, best, wel, uh, best wel toevallig, zeg maar. Ja, dus het was heel organisch gegroeid. Je deed het eigenlijk al. En toen ontdekte je dat er ook ja. een, een uh, functie voor was. Ja, ja want het, het, het was echt zeg maar, met name voor de CRM-trajecten die we deden. Um, ja, je, we kunnen niet zomaar software neerzetten en zeggen oké, okay, bam, dit is het. Het is echt een organisatieverandering. Het is een ja, verandering van, ja, ja, ja. van uh, mensen meenemen. En, en hoe ga je met de klanten om? Het is echt een veranderingstraject. Ja. Ja, en dat deed ik dus wel altijd, maar nooit echt een naam uh, gegeven. Ja, en wat is voor jou de. Er is natuurlijk altijd best wel veel uh, discussie over en heel veel verschillende meningen. Wat is volgens jou dan de kern van de Agile Scrum werkwijze? Um, ja, de kern. De, de kern voor mij is, gaat om, zeg maar, uh, om mensen mm -hmm. en uh, met mensen waarde leveren. Uh, en. en um, als, als ik dat dan ga vertalen, zeg maar, van oké, okay, wat, wat betekent dat dan? Dat betekent dus dat voor mij degene die het werk doen... dat zijn eigenlijk de allerbelangrijkste uh, in een organisatie. Dus daar moet je al je processen omheen uh, gaan neerzetten. Zorgen dat zij uh, optimaal kunnen, kunnen performen. Want het gaat om hen. Zij zijn degene die ook daadwerkelijk waarde gaan, uh, gaan leveren. Al die uh, toplagen die we hebben, al die staf, ja, dat is ook nodig... Uh, misschien niet zoveel toplagen als wat uh, de meeste organisaties nu ja. hebben. Maar, maar uiteindelijk um, is voor mij zeg maar van: oké, okay, een agile organisatie is dus ook een organisatie die de mensen voorop stelt. En dus ook alles in staat stelt om een team autonoom waarde te laten leveren. Oké, okay, en um, misschien kunnen we het dan ook eens omdraaien, want dit vind ik op zich duidelijk, maar uh, hoe. Want dit klinkt heel logisch. Dus dan zal iedereen misschien zeggen, ja, maar ja, dat, dat doen we ook. Maar, maar wat is dan zeg maar de andere kant als je dat, het niet goed doet? Gaat het erom dat mensen zich te veel bemoeien vanaf boven? Of, of wat is het precies het wat je vaak verkeerd ziet gaan? Ja, het, het is, ja, misschien is het niet bemoeien, maar het is wel zeg maar de regeltjes die we als organisaties hebben uh, dat die het moeilijk maken om voor, voor een ontwikkelaar of een tester, of een of in ieder geval een, een, een team die waarde levert om snel keuzes te maken. Oké. Okay. Um, een, 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 klein, een klein voorbeeldje van um, stel dat het team zoiets heeft van ja wij hebben um, we hebben nieuwe monitoren nodig Weet je, gaat, uh, um, en op een gegeven moment hoe lang duurt het zeg maar, voordat de organisatie ja, dat kan ja, ja, leveren ja, ja, ja. Nou, dit is op een hardware matig iets maar ook als het gaat om, om, om keuzes maken keuzes in de zin van um, ja wij willen een dag willen wij, uh, willen wij naar de klant toe nou, dat, dat moet over het algemeen ook goedgekeurd worden, en het goedkeuringsproces duurt, uh, duurt heel erg lang. Yeah. Terwijl je denkt: van ja, dit zijn de professionals. Zij hebben nu behoefte om klantfeedback op te gaan halen en echt naar de klanten te gaan. Ja, wie, wie is dan een manager zeg maar, die dat eerst nog moet gaan goedkeuren of wat dan ook? Yeah, dat, yeah, dat, yeah, yeah. En dat zorgt niet zeg maar, voor een, een uh, prettige werksfeer, of in ieder geval dat je snelheid kan creëren. Want tegen de tijd dat je klaar bent om die feedback op te gaan halen, ja, dan duurt het veel langer. Ja. Of, uh, of je wilt uh, releasen bijvoorbeeld. Nou, je hebt het hele change management release proces uh, bij, uh, bij organisaties. Ja, dan moet je door allerlei hoepels heen. Ja, dat, dat bevordert de snelheid ook niet. Nee, nee, precies. Dus het gaat echt om het in, in de kracht zetten van het, het team wat het werk uitvoert. En te zorgen dat zij op een snelle en flexibele manier uh, hun werk kunnen doen. Ja. Dus, dus gaat. Gaat het heel vaak in het werk wat je doet eigenlijk over uh, hoe kan ik blokkades wegnemen? Of is dat te simpel gezegd? Is is een onderdeel van? Is een onderdeel ja, van. Ja, blok Blokkades is één. Uh, tweede is misschien ook zeg maar communicatielijnen. Hoe okay. kunnen we communicatielijnen verkorten? Um, stel zeg maar je hebt afhankelijkheid met een ander team. Um, wat is het meest snelle en makkelijke manier oh, om ja. keuzes te maken? Ja, dat is ontwikkelaar met ontwikkelaar laten praten. Uh, en, en zij zijn de professionals, dus zij kunnen het wel oplossen. Maar wat je dus wel in organisaties ziet, uh, althans wat ik, wat ik in ieder geval bij organisaties zie, is dat daar nog wel best wel wat lagen tussen zitten, dat ze processen eromheen hebben verzonnen om uh, alignment te, te gaan doen. Terwijl als je puur naar de kern kijkt, ja, zorg dat die ontwikkelaars met elkaar kunnen praten, dan uh, heb je het snelste resultaat, zeg maar. Ja, en um, dit vraagt volgens mij ook best wel veel van de mensen waarover het gaat van de de ontwikkelaars. Mm -hmm. um, ja, wat is het vanuit hun perspectief nodig om goed om een op een agile manier te kunnen werken? Uh, vanuit de perspectief van de ontwikkelaars. Ja, wat wat voor ja. kwaliteiten hebben ze nodig of waar moeten ze waar moeten zij zich op focussen? Want ja. in in uh, in mijn werk in ons in ons bedrijf in de detachering zie ik ook mm -hmm. vaak ja dat er teams zijn waarin gewoon uh, sommige mensen in het team gewoon ook niet zo heel erg goed meedoen aan het agile ja. proces, zeg maar. Ja. Uh, dus ja, kan je daar nog iets over zeggen? Mm -hmm. Van wat zijn de kwaliteiten die iemand moet hebben om goed op deze manier te kunnen werken? Ja, ja ik, ik, herken, ik herken inderdaad wat je, uh, wat je zegt. Want dat uh, wat ik ook bij, bij teams zie, inderdaad, van dat ze zoiets hebben van ja, weet je, ik, uh, ik hou me bezig met, uh, met ontwikkelen. En dan hebben de agile coaches en Scrum Masters ja. en managers, die doen, die doen maar de rest. Ja. Um, en, dat, en dat is niet hoe, hoe, hoe ik naar de wereld kijk, zeg maar. Ik denk van ja, wil je een organisatie veranderen... ...moet dat op alle vlakken moet dat veranderd gaan worden. En dat betekent dus ook dat als ontwikkelaar... Um, ...dat je dus uh, moed moet gaan tonen... Uh, ...om ook gewoon de items die binnen jouw verantwoordelijkheid liggen... ...binnen jouw accountability... ...om daar ook als change agent uh, te gaan gedragen. Dus jij bent de verandering. Dus ik, uh, we, we hadden het net zeg maar, over dat hele change proces... ...ja, dat is log en, en, en dergelijke... Ja, als je daaraan stoort. Dan hoort het bij je, bij je werk, zeg maar. Dan moet je dus ook de mindset hebben van hé, hey, potverdorie, ik kan niet snel releasen. Daar heb ik last van. En dat gaan we veranderen. Dus echt zeg maar van oké, okay, vanuit je eigen verantwoordelijkheid kijken. Van, hoe, kan, hoe, hoe, hoe kan ik uh, gaan versnellen? Ja, dus het is niet zo. Uh, want dat. Uh, Hoor ik ook best wel vaak hè, dat ontwikkelaars zeg maar klagen over wat er dan allemaal niet goed is in de ja. organisatie of in het proces, maar jij zegt eigenlijk van het moet niet stoppen bij klagen, maar je moet echt zelf ook eigenaarschap gaan tonen en onderdeel willen zijn van die verandering. Ja, klopt. Want wat je uh, wat je anders krijgt als je geen onderdeel bent van een verandering, is dat um, nou ja, weet je, dan wordt het uh, ergens dan als, als een impediment wordt, uh, wordt het opgepakt, um, als je als je geluk hebt en dan gaan anderen die geen verstand hebben van jouw werkgebied, ja, die gaan het proberen op te lossen. ja. ja, ja. Ik denk ja, oké, okay, dat kan. Maar de meest optimale situatie is natuurlijk op het moment dat ja, jij bent ermee bezig. Dus jij hebt een bepaald beeld van hoe processen ingericht moeten gaan worden, zodat jij het snelst uh, en, en het best kan werken. En is, is jouw rol dan ook dat, hè, als stel, ik ben een ontwikkelaar en ik loop tegen een probleem aan en ik denk oké, okay, ik, ik wil onderdeel zijn van de oplossing. Dan zou ik naar jou toe kunnen gaan en zeggen: van als ik het zeg maar niet weet hoe ik dat moet aanpakken, van mm -hmm. uh, oké, okay, hoe kan ik zeer hoe kan ik dit het beste doen? Of, of uh, want niet nee. iedere ontwikkelaar kan dit nee. even goed, volgens mij. Klopt, klopt. En, en, en daar moet dan ook zeg maar uh, ook naar gekeken worden. Dus ook als, als, als Scrum Master bijvoorbeeld. Van ja, een um, het belangrijkste is om niet het probleem over te nemen, oké, okay. en twee is om het probleem terug te geven. Dat, dat, dat moet je dus ook niet doen, want uh, een ontwikkelaar komt naar je toe met een bepaald perspectief, ja, ik zie het gebeuren, maar ik weet niet hoe. Dus als ik hem terug ga leggen, ja, dan heeft hij steeds, ja, ja oké, okay, nou, het schiet, schiet, uh, schiet ook niet op, zeg nee, maar. Nee, nee. Dus het moet wel, uh, voor mij in ieder geval, ik wil wel altijd het gevoel geven van, oké, okay, dan gaan we het samen, gaan we het, uh, gaan we het oppakken. Dan heb je zeg maar een soort van, in, in verandermanagement management heet dat, een guiding coalition. Oké, okay, we gaan er gewoon samen, gaan wij, uh, gaan wij dit, uh, dit uh, adresseren. Ik vanuit mijn eigen verantwoordelijkheden en jij vanuit je eigen verantwoordelijkheden. Maar wel samen met één doel. We gaan dit probleem oplossen. Ja. En dat draagt hopelijk ook heel erg bij zeg maar, aan het zelforganiserend vermogen van, uh, van de ontwikkelaars en van het van Scrum-team. Dus geen problemen overnemen, problemen niet terug, uh, terugkaatsen. Ja. Maar gewoon wel eigenaarschap nemen gezamenlijk om het, uh, om het op te lossen. Maar ik ga niet, ook al heb ik een IT-achtergrond, het is niet verstandig dat ik uh, mij ga bemoeien zeg maar, met hoe de IT. Uh, ingericht uh, moet gaan worden. Nee, dat, dat, dat is de verantwoordelijkheid, zeg maar. Dat kun je het beste van de ontwikkelaar zelf uh, horen. Uh, en nou, ik, heb, ik heb heel veel verstand van, van management en dergelijke, dus op het moment dat uh, managers overtuigd moeten gaan worden, ja, dan, dan moet ik dat ook niet tegen de ontwikkelaar zeggen: ja, Hé, hey, dit heb jij nog nooit gedaan, maar uh, ja, jij hebt er last van, dus uh, ga maar, gaan we naar uh, gaan maar naar die managers. Nee, dat, dat, dat valt dan zeg maar binnen mijn verantwoordelijkheid om. Vanuit die hoek die verandering uh, op te gaan pakken. Ja, dat is op zich heel duidelijk en, en denk ook wel behulpzaam. Alleen nu zit ik ook te denken, misschien zijn er mensen die luisteren die denken, ja, bij ons werken we ook agile, maar mm -hmm. ik weet niet wie die persoon is die mij kan gaan helpen. Als ik ja. Zo is dat dan gewoon een probleem van hoe dat team of die organisatie is ingericht. Want ik, je hebt teams waar ik in ieder geval van weet waarbij de scrum master een gedeelde rol is ja. Uh, ja, binnen het team. Mm -hmm. Ja en daar zou het denk ik niet altijd zo zijn dat de Scrum Master misschien ook echt de persoon is die samen met ja. jou naar de manager gaat en, en dat soort problemen op gaat lossen. Ja. Dus wat zou je dan in zo'n situatie? Kan je, kan je ja. dan nog iets adviseren wat iemand zou kunnen doen? Of ja, het, het, het begint hier voor mij, zeg maar, uh, begint het met een stukje transparantie uh, creëren. Een stukje openheid uh, over waar, uh, waar je tegenaan loopt. En dan uh, zelfs ze zijn aan het scrummen. Dan kijk ik altijd van: Oké, okay, welke events hebben we waar het van nature is om, uh, om dit met elkaar te gaan bespreken? Nou, je hebt de Sprint Retrospective, mm -hmm. uh, dat is over het algemeen binnen je eigen team, je ja. eigen Scrum Team. Uh, maar stel dat je je zorgen uh, ook tijdens een Sprint Review kan gaan, uh, kan gaan delen. Uh, en de Sprint Review zijn natuurlijk de stakeholders zitten erbij, de klanten zitten erbij, managers zitten erbij. Uh, dus misschien is dat wel een podium zeg maar, om, uh, om te adresseren en actief om hulp te gaan vragen. Ja, dus ook als je niet uh, per se weet hoe je dat moet gaan aanpakken, dan weet je in ieder geval de, de stakeholders die erover gaan zitten erbij. Dus dan ga ik hier gewoon Juist. een zegje doen en dan uh, kijken ja. waar dat toe leidt. Ja, en, 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 dat, uh, en dat vergt ook wel moed, zeg maar. Ja, zeker. Ja, want um, ja, de, de vraag is, sta, zijn de stakeholders, daar, staan ze daarop te wachten, zeg maar, of... Um, uh, ja, wat, wat voor het beeld gaan ze van het team krijgen? Ja, 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 dat, je, ja, ja. dat je nu met problemen aankomt of wat dan ook. Maar, ja, maar dat, is, dat is wel de transparantie. Transparantie doet pijn. Ja, zeker. Ja, en, maar je moet er wel doorheen, want anders verandert er inderdaad niks. Oké, okay, en ja, wat ik ook heel vaak uh, hoor bij mensen is: van ja, um, ze zeggen wel dat we agile scrum werken in deze mm -hmm. organisatie, maar eigenlijk doen we gewoon, doen we gewoon een waterval. Ja. Alleen we noemen het agile. <laughs> ja. Ik bedoel, is, is, herken je dat? Is dat ook feitelijk heel vaak wat er gebeurt? Of is dat meer de perceptie misschien van de ontwikkelaar? Of? Uh, ik, ik, heb ze, ik heb ze allebei gezien, zeg maar. Oké. Okay. Ja, want um, als, als ze dat tegen jou zegt, zeg maar... Wat krijg, wat krijg jij dan over het algemeen van... Oké, okay, nou ja, weet je, dit is een waterval aan. Bijvoorbeeld. Uh, nou ja, het is heel vaak dat ze dan uh, zeggen van... Ja, alles, uh, alles is toch gewoon uiteindelijk gepland, heel ver vooruit. En de organisatie heeft al vast staan wat het budget is en wanneer ja. de deadline is. En, en dan zeggen we zogenaamd dat we scrummen, maar mm -hmm. weet je wel, eigenlijk wordt alles gewoon van bovenaf opgelegd en, ja. en zijn we helemaal niet zelfsturend. Zeg maar. ja. Dat is wat ik wel eens hoor. Ja, ja. 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 Nee, dat, um, hela helaas gebeurt dat inderdaad. Uh, <laughs> nou ja, en we, we zitten hier voor een podcast ook voor ontwikkelaars. Dus uh, de, de vraag daar is van, hey, wat kun jij als ontwikkelaar daar, daar nou aan doen? Hè? Eén um, is stoer je jezelf eraan. Dat je denkt, van ja, want uiteindelijk wil, is, wil je een zelforganiserend team. Waarom? Omdat dat creativiteit bevordert, omdat dat uh, de, de, uh, ja, een stukje eigenaarschap hebt, zeg maar, over hetgeen wat je, wat je levert. Ja, precies. Um, dus op het moment dat je, dat je daaraan stoort, ja, en is de tweede vraag, oké, okay, wat kun jij vanuit je eigen rol, wat kun jij daaraan, uh, daaraan doen? Um, heb, je, heb je het wel eens over gehad? Heb je het met andere ontwikkelaars over gehad? Heb je... Uh, uh, bij de sprint reviews heb je het wel eens geadresseerd. Ja, um, ja, ja, ja. Want ik, ik heb wel in een situatie gezeten, zeg maar, waar het, um, um, waar de programmamanagers ook zeiden, van ja, dit zijn allemaal de, de deadlines. En uh, de product owner die ging daar niet tegen in. Want dit is echt een accountability van de product owner. Ja, Om te ja, zeggen ja. van hé, hey, weet je, het is mijn backlog, um, uh, en en ja, dit, dit is hoe wij het, uh, hoe wij het zien. Um, dat De developers ook zeg maar, naar de product owner gingen en zeiden van, hey, kunnen we jou uh, uh, hierbij helpen? Kunnen wij jou helpen, zeg maar, om die stakeholder management goed te doen? Want ja, je weet dat dat, uh, dat, dat ons belemmert. Um, dus kunnen wij jou daarbij, daarbij helpen. En ook gevolgen aangeven van hey, als ik nou als ontwikkelaar naar die stakeholder ga, wat voor, wat voor beeld geeft dat? Dus ook hier laten we dan als team gaan, uh, gaan optrekken. Ja, dus je zoekt altijd de, de samenwerking hierin eigenlijk. Altijd, altijd de samenwerking. Ja. En daar, daarom is het ook zo belangrijk zeg maar, om als ontwikkelaar wel te gaan weten van oké, okay, waar, waar liggen die verantwoordelijkheden nou? Zeg maar? En um, dat, dat er ook een mindset is van oké, okay, als iemand de verantwoordelijkheden niet uh, oppakt, dan is het wel aan mij om dat te gaan adresseren. Want ik ben onderdeel van het team. Ik ben Precies. onderdeel van de organisatie. Ja, dus en... het kan nooit zo zijn dat je het uh, ja, buiten jezelf legt en dat je zegt van anderen moet het maar oplossen. Dat zeg je eigenlijk, het is bijna nooit de goede houding. Klopt en, en, dat, en dat is wel moeilijk, ja. zeker. en dat is wel moeilijk. Want... We doen dat allemaal graag, natuurlijk. Ja, ja, klopt. En klopt. Um, ik hoor ook wel eens ontwikkelaars zeggen van ja, om het gewoon maar even bot te zeggen, die vinden Scrum gewoon onzin, ja, um, ja. Hoe denk je dat dat komt? En, en, en wat, wat, wat zeg jij als je met zo'n soort ontwikkelaar in gesprek gaat? Uh, ik, uh, ik, ik, ga me, ik ga met hen mee. En dan uh, probeer ik wel te achterhalen van... Oké, okay, nou, wat, uh, 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 welk, welk aspect zeg maar, vind, je, vind, vind je stom of uh, uh, belemmert jou? En wat ik negen van de tien keer wil horen, zeg maar... is dat, het, dat ze geen moeite hebben met het Scrum Framework... maar meer met de practices, zeg maar, die, uh, die ze hebben geleerd... Uh, dus bijvoorbeeld, ja, we moeten per se met storypoints werken. We moeten per se in sprints van twee weken werken. Ja, uh, we moeten per se met epics en user stories werken. En ja, dat past allemaal niet bij ons. En uh, dus het, het zijn meer, zeg maar, de, uh, de practices die soort van opgelegd zijn. Uh, dus, dus dat mensen, ja, het, het beeld van een framework, dat, dat is natuurlijk van, ja, binnen de regels kun je gewoon zelf bepalen hoe je de dingen doet. Ja. En dat is dan te vaak, zeg maar, ook in de trainingen die ze hebben gevolgd, of een Scrum Master of Product Owner of Agile Coaches die ze hebben gehad, dat ze uh, de practices verwarren met, met het framework. En dan ga, dan ga ik met hen in gesprek en dan zeg ik tegen hen: van... Oké, okay, um, voordat je gaat beginnen, vind je het uh, prettig, zeg maar, dat je als team weet um, waar je naartoe werkt? Ja, yeah. oké, okay, cool. Zullen we dat een sprintplanning noemen? Ja, yeah. vind je het prettig dat al het werk zeg maar wat in de toekomst ligt dat dat gewoon makkelijk bereikbaar is en niet overal her en der in hoofden van mensen zit of, <coughs> sorry. of uh, de ene zit op Confluence en de andere zit in Jira en de andere yeah. zit in Excel zegs ja ja het is veel handiger als het op één plek is oké okay, zullen we dat product backlog noemen ja yeah, oké okay, yeah. hey, kom je wel eens heb je wel de behoefte zeg maar om elke dag te gaan kijken met uh, een de collega ontwikkelaars van nee hey, waar staan we kunnen we ons doel nog halen ja ja dat mis oké okay, nou laten we dat daily scrum noemen dus het Framework zelf, zeg maar, die uh, leent zich ook heel, heel erg voor om gewoon ja, simpel met elkaar samen te werken en empirisch aan de slag te gaan. Van hé, hey, er is zoveel wat we niet weten, maar we gaan vanuit, we werken met uh, uh, vanuit hetgeen wat we wel weten. En we gaan periodiek, zeg maar, met elkaar afstemmen van hoe, uh, uh, hoe we bepaalde dingen gaan doen. En dan passen we onze plan daarop aan. Dus als ik het op die manier ga uitleggen, klinkt, klinkt het eigenlijk best wel heel logisch. Ja, zeker. Uh, ja. Vind je het leuk om af en toe uh, uh, met, bij elkaar te komen kijken hoe je, uh, hoe je beter kan worden? Ja, oké. Okay, nou, laten we dat Sprint Retrospective noemen. Ja, precies. precies. Dus dat, 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 dat is het ook, zeg maar. Het is um, de verwarring met de practices die ze allemaal doorvoeren. Um, dat, dat dat gezien wordt als, uh, als crum. Um, nou, en de en enige manier, althans voor mij zeg maar, wat een manier die helpt is... meegaan, kijken, oké, okay, nou, wat speelt er dan allemaal? En dan... Zij bepalen uiteindelijk de tempo van oké, okay, hoe kunnen we effectief met elkaar samenwerken. En ik help dan zeg maar om het framework dan beter te gaan begrijpen. Ja, dus dan, dan ga je eigenlijk een proces in waarin je um, ja, voor dat specifieke team en die specifieke context het proces helemaal opnieuw met hun ja. gaat verzinnen hoe het bij hun dan van toepassing zou zijn. Ja, ja. Dus dan zeggen ze bijvoorbeeld, ja, we, moeten, we moesten van de scrum master we moesten elke dag om negen uur uh, de, de uh, stand-up hebben. Stand -up, ja. Nou, en dan uh, zeg ik bij, uh, bij mezelf, oké, okay, maar um, ja, laten we even naar het onderdeel gaan van, uh, van de Scrum Guide, wat zegt over de daily Scrum. dan ook daily Scrum, dus niet de stand-up. Um, oké, okay, ja, hier staat dat je dat alleen voor de developers is. En dat zien zij dus zelf. Ik oké, okay, wie zit er normaal bij jullie allemaal? Ja, de product owner er zit erbij en er uh, zit soms een manager bij. En hoe vinden jullie dat? Ja, uh, het is alleen maar een status uh, update. Oké, okay, zullen we daar iets aan veranderen? Want het doel van de daily scrum is zeg maar om uh, je, uh, je voortgang richting het sprintdoel uh, te, te, te monitoren en een plan te maken voor de volgende 24 uur. Ja, 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 als dat, als dat kan, heel graag. Nou, kom, dan gaan we dat aanpassen. Dus op die manier zeg maar, gewoon even terug naar, naar de kern van waar, waar ging het ook weer om? Wat was het doel van die events? En dan het team daar ook, uh, daar ook bij helpen. Dus um, ja, dit zijn ook denk ik hele bruikbare tips. Ik kan me nu ook voorstellen, een ontwikkelaar die het hoort die denkt van ah ja, dat zou ik ook best gewoon zelf met mijn team kunnen doen van, yeah. en kunnen aangeven tegen een product owner van hey, maar ik heb er nog eens naar gekeken, en uh, volgens mij uh, hoef, hoef je er niet per se bij te zijn bij nee. de. Ja, ja of, de, of de vraag zelf, oké, okay, wat is de reden dat je erbij bent? Uh, oh ja. Misschien uh, de Scrum Master om hulp vragen. Van hé, hey, um, hoe, uh, uh, hoe, 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 hoe zit dat? Maar ook iets, iets simpels als: nergens, maar dan ook nergens staat dat je in de ochtend een daily Scrum moet hebben. Staat gewoon: ga regelmatig en maar regelmatig dagelijks even als de welpers bij elkaar zetten om je voortgang richting sprintdoel te bepalen. Doe je dat om 12 uur? Doe je dat om 12 uur? Doe je dat om 4 uur? Doe je dat om 4 uur? Op mijn part doe je het om uh, tien uur s'nachts. It's up to you. Het self-managing. Ja, ja, dus teams zouden het gewoon <kijkt> uh, echt zelf moeten kijken van wat is comfortabel en wat ja. past bij ons. Ja. En daarmee creëer je dan waarschijnlijk ook meer, uh, ja hoe zeg je dat? Uh, dan gaan ze zelf ook meer het nut zien van het, van het proces. En dan krijgen ze er ook hopelijk uh, ja, uiteindelijk echt plezier in. Ja, Want wel. dat is iets wat ik ook wel vaak hoor, is dat, uh, dat ze het veel meetings vinden. Ja. Maar daarin zeg jij dan ook van: hé, hey, kijk wat voor jouw team nuttig is. Wat is de frequentie? En, en dat soort dingen. Ja, klopt. En, en kijk ook met name zeg maar, wat het doel is van, van zo'n van zo event. Um, en op het moment dat je weet zeg maar, wat het doel van een event is, dan valt, valt, het, valt het allemaal wel mee. Het, um, ik, ik weet niet waar. Wat, wat ik meestal hoor, zeg maar, is bijvoorbeeld... we zijn veel te veel tijd kwijt met de refinement. Ja, zeker. Dat hoor ja. ik ook heel vaak. <tossimus> nou dan um, vraag ik de ontwikkelaars... weten jullie wat het doel van een refinement is? Nou, en dan zeggen ze ook heel vaak van... ja, dan uh, uh, moeten we storypoints uh, eraan geven. Nou, dan denk ik bij zo, oké, okay, uh, nee. Maar dan ga ik hem wel uitleggen van, oké... Okay, op, op, een, op een simpele manier. Stel, je hebt een idee. Ja? Je hebt hier een idee. En... Van dat idee is heel groot. Je, hebt, je weet er eigenlijk helemaal niks van. Maar je wilt er wel in de sprint oppakken. Dat betekent dat je informatie eraan toe moet voegen. Dat je het moet gaan verhelderen. zodat je voldoende weet. zodat je het op kan nemen in de sprint. Uh, zodat je echt waarde kan leveren. aan de definition of done kan voldoen. Ja, inderdaad. Dat ja, is refinement. Niet meer, niet minder. Refinement is niet zeg maar elke, uh, elke dinsdagmiddag drie uurtjes met de product owners zitten. Uh, kan. Dat is een hoe, it's up to you. Maar het is niet zeg maar, van dat het voorgeschreven is hoe je, hoe je dat allemaal moet doen. Um, dus ja, vind met elkaar een proces zeg maar om ideeën dusdanig uit te werken. zodat je voldoende informatie hebt uh, en aan de definition of dan kan voldoen. zodat je hem in een sprint kan opnemen. Dat proces heet refinement. Ja, dus wat ik eigenlijk hoor, is dat je zegt van ga terug naar wat het doel is van de verschillende elementen. Uh -huh. En de evenementen. En ga dan kijken hoe voor jouw situatie je invulling kan geven aan het doel op een manier die bij jou past. Ja. En dat is misschien wel best wel anders dan ja, hoe je het nu in je hoofd hebt. Ja. En oh. um, als mensen die dit luisteren denken van, oh dit klinkt eigenlijk wel interessant. Hoe, uh, wat is de meest, uh, jou ja, zou ik het zeggen, betrouwbare manier? Uh, om zeg maar, naar die documentatie te gaan van oké, okay, wat is precies het doel van welke meeting? Mm -hmm. En moet je, is, er, is er geloof ik een officiële Scrum-website? Ja, of waar adviseer jij om te kijken als je dat soort informatie wilt hebben? Uh, naar uh, scrum Guide. Scrumguides. Scrumguides.org. Daar, daar zit zeg maar gewoon... Het, 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 het grappige is zeg maar van zo'n Scrumguide uh, is maar 13 pagina's. Ja precies. Dus in die 13 pagina's kan nooit zeg maar zoveel practices inzetten zoals de teams dat nu allemaal uh, ja. uh, hanteren. Dus daar staat het echt beknopt in, zeg maar, Van oké, okay, nou, dit is het doel. Dit, is, uh, dit zijn de events, dit zijn de accountabilities. En als je als ontwikkelaar, zeg maar, maar ook als master of als, als, als uh, product owner of als manager. je net iets meer wil verdiepen, um, dan is eigenlijk één boek daar geschikt voor. En dat is de Pocket Guide Scrum van Gunther Varijen. Okay. Die is uh, net iets uh, uh, groter, zeg maar, dan, uh, uh, dan 30 pagina's. Maar daar legt, uh, legt hij wel, zeg maar, echt de essentie uit van oké. Okay, maar waarom is dat dan zo? Wat, wat, wat doet dat zeg maar met de scrum values die, uh, die er zijn? Wat doet dat met empirisme? Nou, en als je die gedachten goed hebt, zeg maar, uh, dan, dan ja, kun je veel, veel beter met elkaar samenwerken. Wordt het ook makkelijker om, om dat te adresseren? Dus tegen de product owners zeggen van hé hey, product owner, de um, ja, daily scrum dat is echt voor, voor developers, zodat wij onze voortgang transparant maken en onze voortgang gaan in, inspecteren. Het feit dat jij erbij bent, jij bent niet betrokken bij het ontwikkelproces. Um, dat betekent dus dat er een stukje van de transparantie weg is. Um, waardoor wij, zeg maar, niet meer uh, ja, opt optimaal kunnen, kunnen, uh, kunnen aanpassen. Nou, dat is een heel ander verhaal van: hé, hey, wat doe je hier? Volgens de Scrum Guide hoor jij hier niet zijn. Ja, 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 ja. Dus, de, dus als je ook de achterliggende logica weet, dan. Ja. ja, kan je het ook wordt het ook makkelijker om het op een goede manier toe te passen. Ja, ja klopt. En we, we, we begonnen ons gesprek ook zeg maar met um, het organiseren van processen rondom teams. Dus mm -hmm. teams, the center of universe. Nou, dit zijn nou exact dingen waar uh, bijvoorbeeld een manager alert op kan zijn van oké, okay, laten we nou niet uh, zorgen van oké okay, iedereen heeft op deze de refinements. Ja, want dat betekent, dit is nou een voorbeeld waarop je je processen niet rondom het team hebt, maar ja, rondom precies. iets anders. Ja. Uh, of het reguleren van, oké, okay, uh, alle teams hebben een sprints sprint van twee weken. Uh, iedereen, um, ik heb wel eens als, als Scrummaster had ik uh, drie teams. Uh, en dat is echt, echt te veel. Ik ben vrij, vrij, um, uh, hoe heet het? En Nee, vrij ervaren. Oh, vrij ervaren, ja. Vrij ervaren. Dus je zou denken, nou, drie teams, dat, uh, dat lukt wel. Maar wat je merkt is dat ik de bottleneck word. Dus het team die wil bij elkaar gaan. Oh, ja. En dan zeg ik, ja, nee, dan kan ik niet, want dan heb ik een afspraak uh, bij een andere team. Oké, okay, nou, dan verschuift ze wel. En, dat, en daar baal ik zo van, want dat betekent dat het team niet meer het Center of Universe is. Ja, precies. Dus ik ben de belemmerende factor. Een organisatie die... Heeft mij dus daar neergezet en heeft gevraagd: Oké, okay, zie dan, kun je deze drie teams helpen? Die heeft gekozen om drie teams te gaan doen. Uh, ja, van, om, vanwege financiële redenen of andere redenen. Maar dat betekent dus dat de processen en de keuzes die gemaakt zijn, niet vanuit het team zijn gemaakt als team is center of universe, daar gaan we alles voor doen. Nou, dus ook voor de Scrum Masters en, en de rest van de organisatie is dat een heel besef van: Oké, okay, nee, alle processen die wij hebben. Teams zijn center of universe. Want zij zijn degene die waarde leveren. Dat zijn de developers, dat zijn de testers, dat zijn de analisten. Zij, um, een, een hele goede vriend van mij zeg maar... je hebt de chiefs en je hebt de indians. Ja, en uiteindelijk zijn de indians die het werk uh, doen. zeg maar. Dus je wil zo weinig mogelijk uh, chiefs en zoveel mogelijk indians. Want dan krijg je uh, stuff done. Het werk gedaan, ja precies. Ja. Ja, dus jij zegt als, als persoon die zeg maar om... De teams heen hangt of erboven hangt, of hoe je het ook precies wilt formuleren. Hm? Ga altijd terug naar die, naar die waarde van oh ja, ik moet het team centraal stellen ja. en ik moet zorgen dat het team optimaal kan functioneren. Ja. Dat is eigenlijk wat je werk is. Ja, en, en, en betre betrek het teams erbij. Het gaat uiteindelijk take it to the team. Always take it to the team. Dus dan, en, en daar zit ook een verantwoordelijkheid van de developers. Dus als er een keuze is gemaakt namens het team, door iemand anders, ja, zeg daar wat van. Je hoeft het niet per direct te veranderen, zeg maar. Maar het, het feit dat jij het al adresseert, van hé, hey, um, ik zou wel prettig vinden om bij volgend besluit ook um, uh, mijn mening erover te geven ja, of erbij betrokken te zijn. Ja, 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 ja. Dan is dat al zaadje wat je als ontwikkelaar hebt gepland, wat de volgende keer uit kan komen. Maar als je het niet adresseert, dus als je die, die veranderrol als ontwikkelaar niet oppakt, ja, dan gaat het ook niet veranderen. Dan gaat, wordt het. Um, uh, wordt het ook steeds erger. Wordt het normaal gevonden dat er keuzes gemaakt worden namens, uh, namens de ontwikkelaars of namens het Scrum Team of namens iemand anders? Ja, dus dat, dat komen we weer terug op dat stukje zelfverantwoordelijkheid nemen en zelf ja. eigenaarschap gaan tonen over ja. wat er in jouw team gebeurt en hoe het gebeurt. Ja. En um, als mensen nou meer informatie willen specifiek over jou, mm -hmm. um, waar kunnen ze jou ja. terugvinden, jouw Jouw bedrijf of heb je social media waar mensen op kunnen kijken? Ja, ze kunnen uh, op LinkedIn kijken mm -hmm. uh, of op uh, scrumfacilitators.nl. Uh, dus daar geven we allerlei trainingen, maar ook uh, uh, regelmatig meetups uh, uh, geven we daar. Uh, en uh, ze, kunnen, ze kunnen mij ook e-mailen of bellen. Oké, okay, we zullen jouw contactgegevens ja. ook uh, even hieronder zetten, samen ja. met de link naar de, de site en het boek die je hebt genoemd. Ja, die van uh, Gunther Verheyen. Ja. Ja, Zodat mensen, mensen alles kunnen terugvinden. Ik wil je heel ja. erg bedanken. Ik, voel, ik heb er ook ja. al veel van geleerd. <laughs> dus ik hoop dat de mensen die luisteren uh, er ook hebben, van hebben geleerd. En ja. Um, ja, misschien kunnen we in de toekomst nog eens eentje opnemen. Ja, lijkt me leuk. En ik, ik vind het echt super gaaf zeg maar, dat jullie nu ook vanuit dit perspectief uh, ook meer aandacht aan de ontwikkelaars geven. Want het, is, het is zo raar, ook als je kijkt naar trainingen en allerlei andere dingen. wordt voor uh, Scrum Masters en product owners zijn heel veel uh, ontwikkelmogelijkheden. Ja. terwijl de grote groep van de mensen die het werk doet ja, dat zijn de ontwikkelaars, ontwikkelaars ja. ja, en die krijgen het helaas toch echt veel minder aandacht dan, uh, dan dat, uh, dat ze verdienen, dus dat is ook een van de dingen waarvan ik denk van oké, okay, daar wil ik aan bijdragen om dat te helpen veranderen Nou, heel erg bedankt en uh, ik ga het naar alle ontwikkelaars in het bedrijf sturen en uh, ja, mooi. je de feedback geven Dankjewel Oké, okay, okay. dankjewel Zira. Doeg. Doeg. Doeg.